aflevering van Blind Date. Hopelijk bent u er klaar voor, onze kandidaten in ieder geval wel. Mag ik u voorstellen, onze eerste kandidaat voor vanavond is Bartje uit Sint-Job. En als tweede kandidaat stellen wij u voor Ivan uit Hoboken. En dan als allerlaatste Albert uit Schoten. De laatste zullen de eerste zijn, dan hier wel eens weer. Dit zijn onze mannen, dames en heren. Maar wie is de dame waar één van onze kandidaten straks mee op reis mag vertrekken? We roepen haar erbij. Geef haar een daverend applaus. Chantal Populair uit Wommelgem. Chantal, stel je eerste vraag maar. Beste mannen, hier komt de eerste vraag. Zijn jullie er klaar voor? Yeah! Yeah! Zijn we er zeker van? Yes, zijn de Chantalke. Hier gaan we dan. Worden jullie soms vergeleken met een bekend of een beroemd persoon? Aan welke kandidaat vraag je dat? Kandidaat nummer 1. Ja, ik... Ik werd vergelijken met de burgemeester van Antwerpen. De Patrick Jaanses. Lijkt u erg op hem? Maar nee. Maar ik loop wel alle dagen in mijn onderhemmetje. Kandidaat nummer 2. Met wie vergelijkt men u soms? Ik word af en toe vergelijken met Rambo. Vanwege mijn postuur in die briekas. Kandidaat nummer 3. Wordt u soms ook vergeleken met iemand? Wel, Chantal, ik word regelmatig vergeleken met Jean-Marie Pfaff. Ja, het schijnt dat wij zeer goed op elkaar lijken. De mensen die vragen zelfs of dat ik een jongere broer ben dan Jean-Marie. En ja, dan moet ik ze teleurstellen. En zeggen dat ik eigenlijk geen jongere broer ben van Jean-Marie. En dat ik... Ik denk dat we al iets meer weten, hè, Chantal? Wat denk jij? Over naar de tweede vraag? Oké, hier komt de tweede vraag. Kandidaat nummer 1. Hoe denk je mij te verwinnen als we samen op vakantie zouden vertrekken?